Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik kom net uit de douche, ik heb mijn haar eindelijk weer een keer gewassen in dit leven. Ik ga eventjes opruimen en dan ga ik editen. En daarna heb ik een afspraak met Danique. En we gaan high tea in de Dutches, dus dat is sowieso heel leuk. En daarna komt Lars uit Groningen eindelijk weer. Dus dat is ook gezellig. Maar ik ga dus eerst even opruimen. Dan ga ik editen, dan ga ik me klaarmaken. En dat moet allemaal binnen een uur. Dus dat, ik wens mezelf ontzettend veel succes. Lekker ontbijtje. Oh mijn god. Ik moet over een kwartier weg. En ik moet mijn hele haar nog doen. En mijn krultangen zo liggen in de auto. Dus moet ik eerst pakken. Hoe koud zou het vandaag zijn? Heel koud. 11 graden. Ik wil mezelf in december nog een keer horen. Maar... Mijn vlog staat in de upload. En ik heb me aangekleed. Ik heb de jurk van gisteren aangetrokken. Die ik misschien gisteren ook aan wilde doen. En het is deze lange groene jurk. En ik moet echt een lange spiegel hebben hier. Want ik kan het zo niet zien. Ik moet nu elke keer mijn beelden terugkijken. Om te kijken of het een beetje ergens blijkt. Maar goed, ik heb ook niet echt heel veel tijd om nog om te kleden, dus ik hou het gewoon aan. Wat je doet, ik weet. Het heeft 100 jaar geduurd voordat ik geparkeerd was en überhaupt in de stad was. Dat was zo druk. Maar ik ben bij de Dutches en Danique komt er nu aan. En volgens mij wordt het echt zo'n lekkere high tea. Met Daan. En nu ben ik onderweg naar huis. Alleen het is zo druk. Ik zit denk ik al 20 minuten in de auto. En ik ben de stad absoluut nog niet uit. Heenweg was ook al zo'n drama. Goed. Oh, ik ben zo moe. Ik heb zoveel gegeten dat ik echt in bed moet gaan liggen. En ik ga vanavond met Lars uit eten. Nou, ik heb gewoon het idee dat ik de komende 3 dagen niet kan eten. Dat is natuurlijk niet waar. Want ik zit mezelf straks gewoon weer vol te stouwen. Camera. Maar ik zit zo vol. Wow. Oh mijn god, dit was zo bizar. Er valt letterlijk net keihard een vrouw tegen mijn auto aan. Oh mijn god. Ik weet niet wat me overkwam. Zo, ik ging in bed liggen en toen ging ik filmpjes kijken. Toen kwam deze Johnny. Yo. Zo, je bent echt spierwit. Long time no see. Ja, en nu gaan we even naar de film. En daarna gaan we eten. Hoppa. Oké, doei. We gaan weer lekker naar een Nederlandse film. Love it, my fave. Oké, we zijn net naar de film geweest. En ten eerste was het een soort van Halloweenavond in Pathé. Dus alle lichten waren uit. En toen waren er allemaal van die enge geluidjes. En er waren zelfs mensen met een masker op. In de bioscoop. Oh, net. Ja. En letterlijk, oeh. Hallo. En letterlijk alle lichten waren uit. Dus je zag geen ene reet. Dat was best eng. Het was best wel eng. En toen gingen we naar de film. En ik ben echt helemaal gek van Nederlandse films.
Vind ik het leukste wat er is. Dat is een van de slechtste dingen aan jou. Hoezo? Dat je gek bent op Nederlandse films. Nou, als het slechtste aan mij is dat ik gek ben op Nederlandse films, dan heb je toch een trofee te pakken. Dat is niet te doen. Ja, het is niet het slechtste, maar het is wel echt een minpunt. Want die Nederlandse films zijn zo fucking saai. Je hoeft niet mee. Maar ja, soms moet je dingen in een relatie doen wat je gewoon niet zo leuk vindt. Nou ja, ik vond het... Deze film kan je echt niet leuk van hebben. Dit was echt... Ja, ik moet zeggen, ik miste een beetje de glitz en de glams. Ja. Maar wat was die andere film waar we de vorige keer in waren, die Nederlandse? Die was nog wel oké. Met die vier chicks, Bucketlist. Ja, dat was wel heel leuk, ja. Ja. En Bros Before Hoes vind jij ook heel leuk? Die film? Ja, maar dat is gewoon super slecht. Ja, maar dat is ook een Nederlands film. Ja, maar dat is gewoon zo slecht. Ja, maar die is met opzet zo gemaakt. Dus dat is een steengoede film. Bros Before Hoes is de beste Nederlandse film. Ja, ik vind het gruwelijk, maar het is... Het kan eigenlijk niet goed zijn, maar het is ook heel leuk. Dus, nu gaan we eten. Ja, ik heb dus nog steeds geen honger. Ik heb vanmiddag zo ontiegelijk veel gevroten. Ja, dat snap ik wel als je met Nanny was. Sorry, sis. Zo. Nou, ik heb meer gegeten dan Nanny, kan ik je vertellen. Dat snap ik ook wel. Hoezo? Sorry, schat. Nou, wordt gezellig. Wij hadden even lekker gegeten. Oh, en veel te veel. Ik ga straks kotsen. En deze ook. Het is echt maar zo'n leuke film geweest. Gaat het? Lekker slapen. Wat zit er voor een nachtje van? Dat is een jurk dat ik vandaag aan. Echt? Ja. Maar bedankt dat je het weer een nachtje van vindt. Ik zit er best kijken. Ik denk nou, hangt binnenste buiten. Het is echt een leuke jurk hoor. Hoezo weet je dat net niet aan, hè? Nou, omdat ik er op had gemorst. Zoals niet. Ik mors nooit in mijn kleren. Echt wel. Wat heb ik ooit gemorst? Tijd. Jij vindt hem zeker oma-achtig. Ja. Dat was echt leuk hoor, staat echt goed. Ja? Ja. Oké, leuk. Oké. Ik ga lekker slapen, bedankt voor het kijken, vergeet niet. Ja, slaap lekker. Ga jij slapen? Nee, jij gaat slapen, zei je. Ja? Je zei, ik ga lekker slapen. Ga jij ook slapen? Nee, jij zei, ik ga lekker slapen. Ik vraag aan je, ga je slapen of niet? Nee, ik slaap meestal eerder dan jij. Wij gaan lekker slapen, bedankt voor het kijken. Wat eens. Oh, ik heb echt zo'n scheten wat. Je poepen. Ja. Je staat ook echt een beetje verkrampt bij. Ken je dat nog van vroeger? Als je, zeg maar, dan was ik echt 4 of zo. Dan was ik aan het spelen buiten en dan... Moest ik poepen en wilde ik niet poepen en dan ging ik zeg maar helemaal aan, bij elkaar knijpen dat ik niet hoef te poepen. Ja, ik reed vandaag bij Almere. Ja. Toen moest ik zo nodig schijten. Toen dacht ik, maar ik wil nooit onderweg stoppen. Dus toen heb ik dat laatste stukje, zeg maar, heb ik... Je adem bij elkaar geknepen. Ja. Ik wilde niet echt fles in de auto. Oh, nou. Lekker dit. Ja. Je hebt te voelen of die al eruit komt. Nee. Ik stef me aan binnen. Oké. Okay. Nou, wij gaan lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En abonneren op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. Ik wil een hele beeld maken. Nou ja, dat is ook niet voor het eerst. Oké, tot morgen. Goedemorgen, vandaag is het woensdag. En ik zit al in de auto. Het is nu 9:45. Lars' moeder die kwam langs om samen met hem beneden de berging op te ruimen en uit te messen. Want dat... Ja, daar moeten gewoon allemaal kasten komen. We hebben nog niet echt een fatsoenlijke kast. Oh shit, ik moet tanken. Kut. Oh. Maar goed, we hebben nog niet echt een fatsoenlijke kast. Dus dat moet even geregeld worden. Maar dan moet eerst al die zooi eruit. Dan komen de kasten en dan kan alles eindelijk een beetje georganiseerd worden. Maar goed, ik ga eerst even broodjes halen. En tanken. Ik haat tanken. Ik heb even boodschap gedaan en broodjes schrappen vers van Gijs. Oh, zo lekker. En nu tanken en dan weer terug naar huis. Lars had vandaag gepland om allemaal leuke dingen te gaan doen. Maar vanochtend kwam zijn moeder opruimen. En toen ze kastenbergen en zo opruimen. Dus toen zijn we eigenlijk daarmee bezig geweest. En dan hebben we gewoon heel de tijd lekker gechilled. Dus het was eigenlijk het beste ever. Want we wilden gaan poelen en zo. En toen dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker om even thuis te blijven. En Lester is nog even langs geweest. En nu gaan we eventjes uit eten. En ik heb net mijn vlog geëdit.
Dus let's go. Wij zijn bij de harbor. We zijn bij de harbor. En waar ik dan dus echt van hou, als dus Lessa aan het werk is, dat we gewoon even een extra bakje makreelsalade krijgen. Want dat is gewoon wat je nodig hebt in het leven. Zo, dankjewel. Dank je ook dat je voor me smeert. Voor mezelf. Ja. Flikker het hele bakje. Ik ga morgen weer lunchen met Femke en Thea. Ja, dat vind ik echt leuk. Die heb ik lang niet gezien. Dus. Ik heb ze ook lang niet gezien. Nee. Maar dat is de laatste keer dat je Femke hebt gezien. Want Thea heb je sowieso heel lang niet gezien. Thea was op je verjaardag. Femke ook. Nee. We hebben nog een keer met Carlita en Vel afgesproken. Oh ja. Was dat de laatste keer? Was denk ik ook de laatste keer dat ik Femke heb gezien. Echt? Ja. Ja, dat was de laatste keer. Super lang hebben we elkaar al niet gezien. Maar ik heb jij ook heel lang niet gezien. Nee, klopt. Ik moet deze week weer weg. Sinds... Oh mijn god. Wauw. Jij hebt altijd zo last van je buik nou, heb ik geluk. Ik? Ja. Nee, gisteren. Je laat net de scheet. Ja, oké, okay, dat is heel grappig, want die mensen hadden gewoon dat ik die scheet liet. Ik kan er heel kort en mondig over zijn en ik was niet de persoon die scheet liet. Maar ik heb vannacht wel zo hard scheet gelaten dat ik wakker werd. En dan was ik zo bang dat Lars ook wakker werd. Omdat hij, nou, het was echt niet normaal. Jij hebt zo geluk dat ik zo diep slaap. Ik heb echt letterlijk de haren van mijn kop gerukt. Want jij loopt sowieso echt zwaar te scheiden s'nachts volgens mij. Nou, ik moest dus daarna plassen. Toen ging ik zitten en je weet toch als je gaat plassen dat je zeg maar ineens al het gas voelt wat eruit moet. Of ken je dat gevoel niet? Nee. Oké, nou ja. Dus probeerde ik een soort van rechtop te gaan zitten zodat die gas weer weggingen. En dat ik gewoon kon plassen. Maar... Dat ik anders van bang was dat ik je wakker zou maken. Nou, daar word ik echt niet wakker van. Oh. Heb jij eigenlijk gezegd dat we ruzie hadden? Nee. Hm? Nee. Ik ga toch niet zeggen, hoor, ik heb vandaag ruzie met Lars. Nou, dat komt toch? Nee. Heb ik niet gezegd. Is niet leuk. Oh, iedereen heeft wel eens ruzie, is dat normaal? Ja. Hoezo? Hoezo? Ja. Vind je dat wel normaal? Als je het verdient dan. Ik had het niet verdiend. Jawel. Nee. Weet je wel. Had ik niet. In mijn ogen wel. Hmm. Mijn ogen zijn echt blauw. Mm-hmm. Knappie ben je. En ik ben echt wit en rossig. Je lijkt echt een Engelse ginger. Dat maar... Echt hè? Ik kijk ook echt naar mezelf van ik ben een beetje rossig. Dit ligt echt niet best voor mij. Ik ben gewoon rosé met oranje aan. Rosé goud. Normaal lijkt het net zo'n kort kapsel. Je hebt gewoon je haar naar achter een beetje met gel erin. Kun je even die camera mee te houden? Mijn arm is lam. Je lijkt op iemand van... hoe heet dat? Van? Je lijkt net zo iemand van... Satudara met zijn staartje. Met zo'n leren jasje aan. Au. Lars heeft dus een lekker vachtje op zijn oor, dat vind ik zo lief. Ja, ik heb donshaartje op mijn oor. Ja. Ik heb een vlek op mijn wang, wisten jullie dat? Kijk. Die heb je altijd al gehad. Wat is dat? Ik heb dat pas sinds 2 of 3 jaar, denk echt? Ik. Ja. Pigmentvlekje misschien. Nee. Leuk. Of zou ik ook Joy in mijn nek zitten? Ja. Weet je trouwens waarom Monica Joy in de nek heeft gezet? Ja, heb ik uitgelegd. Heb je al gezegd als kindje Joy gaat eten? Nee. Wat heb je dan als smoes verzonnen? Ik heb gezegd dat ik er geen zweverig verhaal van ging maken en dat je het kon zien in de aflevering van Tattoo Trippers. Oh, dus eigenlijk heb ik nu iets verklapt. Nee, want we krijgen niet een kind en we weten ook niet hoe Joy gaat eten. Ja, toch?
Nou, ik hoop dat we ooit een kind krijgen, maar ik weet niet of het Joy gaat heten. Ja, anders heb je Joy in next, dat is ook een beetje raar. Nu moeten we het wel Joy noemen. Grappig, wat heb jij allemaal op je lijf? Dus dan moet je je kinderen maar zo gaan noemen? Ja, komt je kind gewoon met een doodshoofd erin. Moeten we jouw kind Angel noemen, omdat er een engel op je arm staat? Nee, Dream. Real. We noemen hem Real. Yeah. Oké, okay, nou wij gaan slapen toch? Mm-hmm. Of gaan we nog neuken? Nee, slapen. Oké. Okay. Ja, ik wil best neuken, maar jij wil niet meer. Nee, ik loop, ik doe echt stoer op camera nu. Wel, rusten. Nee, schat van je. Nee, schat.